Wij gaan weer op zoek naar de subway entrance. We weten dat de vijanden hier weer zijn gespawnd. Gewoon die kleine vijandjes, daar ben je niet zo bang voor. Ook wel raak schieten. Dat is een grote, dat is waar. Je dropt een Luminite Crystal. Die grote man dropte een Luminite Crystal. Wat betekent dat voor mij? Weet ik niet. Dit is de looproute. Tenminste, dit is waar ik nog niet geweest ben. Ik zie daar wat liggen aan loot. Headshotje hier en daar. Houden ze niet van. Ik kan ook nog trades selecteren trouwens, dat moet ik niet vergeten. Ik zie hier nu weer een tradeboek liggen. Exploren loont, hè. Kijk, wat kan ik kiezen? Health, stamina, Shadow Walker. Ik denk eerst maar alles op health. Zit er een max aan? Geen idee. Alles in health. Er ligt toch een hoop loot hier en daar. Hier allemaal afgesloten huisjes. Hier is een steegje met niks. Er zijn een hoop steegjes met niks. Bandage, lijkt me goed. Bam. Headshotjes. Ik zal hier toch naar beneden moeten. Nou ja, prima. Er ligt iets paars, dat is altijd goed. Wat is het? Band of Castor. Dat is een ring. Ah. Increase melee speed, but reduces fire rate. Melee damage, evade speed increased, and encumbrance reduced. Oké. Okay. Misschieten wordt niet aanbevolen. Te laat dodgen wordt ook niet aanbevolen, we doen het toch. Dan hier de straat erop.
Allemaal weer niets betekenende steegjes. Daar is weer een ingang. Naar, ik denk, een dungeon. Ja. Begin met een checkpoint, lijkt me goed. Don't take it, it sees. The Hidden Sanctum. Wat is dit? Een kantoortje, hoor. Daar kan ik niet in. Ja, dit altaar. Moeten we daar iets mee? Daar bandage niet voor bleeding. Oh, ik ben aan het healen. Ja, bandage is voor bleeding. Even een klein flesje drinken. Dan kunnen we door. Die gast is gevlucht. Een van de bombardier. Letterlijk wat het is, een bombardier. It's over. Ik weet niet dat ik door het gas heen moet lopen. Aan de andere kant, ik moet hier toch heen. Dodge ronde door gas heen, altijd goed. Dit is een altaar. Dat is een dikzak. Bandage gebruiken tegen het bloeden. En dat was ook meteen mijn laatste bandage. Het is een dikzak. Waarom is hier nou zo'n lange gang? Dat weten we ook niet. Dan gaan we hier maar weer de deur door. Dan zien we niks. Wel, dit is een dikzak. Hey, achter mij. Ik heb die hele man niet gezien.
Het altaar blijft wel kapot. Ik word dus van achteren aangevallen als ik daar verder loop. Zagen we net. Niet cool. Er klopt hier weer zo'n man in mijn bek. Hier hadden we ook zo'n altaar gepakt. Tegen Roodrot. Oké. Okay. Oh, die staat al op 2. Oké, okay, dat is tegen Roodrot. Hier werd ik net aangevallen van achteren, terwijl ik de hele man niet zag aankomen. Mijn schoten. Ik kan hem niet hitten, lijkt het. Wegwezen. Het is een soort butcher van Diablo. Ga weg, joh. Die man blijft maar achtervolgen. Dat beest is een soort van butcher van Diablo die mij blijft achtervolgen. Die ik niet kan hitten en niet kan killen. Ik zal het nog één keer proberen. Ik moet het daar dus op een lopen zetten. Lijkt het. Dat lijkt daar het enige wat ik kan doen. Of mijn wapens upgraden, maar dat...
dan hoor ik die grote mannen weer schreeuwen. Daarachter, daar loopt hij weer met zijn messen. Hier kan ik dus niks maken. Lijkt het. Healing items meer. En hij is daar ook nog. Jongen. Hoe ziet hij dit voor zich? Wat is deze? Ik denk dat ik eerst even mijn spullen moet upgraden. Voordat we verder gaan. Ik weet niet of het hier überhaupt wel moet zijn. Anything you need? What do you need? Upgrades van mijn hunting rifle, die heb ik nodig. Er moet nu forged iron in, scrap sword. Oh, crafting. Mijn zwaard nu 57. En ik kan een hammer kopen, die doet 78. Safe out there. Ik vind het zwaard wel fancy. Ik heb in elk geval mijn rifle geüpgrade. En dan is inderdaad de vraag, waarom kan ik die man met die zwaarden, die kan ik niet eens damagen. Die man die zwaarde kan ik niet eens damagen. Die andere gasten wel. Met deze beestjes vind ik allemaal niet zo spannend. Deze zijn wel irritant. Want als ik daar doorheen loop, dan kan ik roetrot krijgen. Dat wil ik sowieso niet. Zelfs met die zwaarden, daar moet ik voor uitkijken. Outside,
bastard! Hier ben ik allemaal al geweest. Daar loopt hij alweer. Daar loopt hij alweer achter me aan. Omineus. Met zijn zwaarden. Als een soort nemesis van Resident Evil. Ik moet ontsnappen. Dat zeg ik, hij volgt mij als nemesis. Het ziet eruit als een uitgang. Het is een uitgang. Het is een uitgang. Oeh, het is over. En die gas is dan inderdaad dus niet te verslaan, blijkbaar. We vinden hier een nieuwe checkpoint. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. The Tainted Well. Oh, we zijn wel klaar. Dan is dit The Tainted Well. Dan gaan we hier in de volgende video weer verder. Dus graag tot dan. Joejoe.